Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Free Roam natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Want ja, het is gewoon GTA Free Roam, dus het is ook niks anders. Ik weet niet waar ik naartoe wilde met die zin. Dat is het kutte van ongeëdite video's. Als je dan bullshit lult, dan kan je het er niet uitknippen. Dat kan ik wel doen, maar dat doe ik niet. Vandaag is natuurlijk weer de serie waarin jullie bepalen wat ik ga doen. En ten eerste, ik ben echt super blij met super veel reacties die hier altijd komen op de video's. Hartstikke bedankt. Ik hou van jullie allemaal. Niet gay bedoeld voor de jongens. Maak je geen zorgen. Ik ben heel blij. Word ik er altijd van als ik zoveel reacties zie. Moet je kijken hoeveel erin zit. Dat is ook belachelijk. Ik kan er nog heel veel meer in doen. Maar dan gaan we nooit klaar raken. Ik kan wel vertellen dat er de eerste week van maart... komt er een GTA week op dit kanaal. Dus hou je maar vast. Ik maak er geen update. Ik maak er geen aankondigingsvideo van. Daarom zeg ik het maar in een paar andere video's. Eerste week van maart, vanaf 29 februari, en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 maart, is het GTA week. En waarschijnlijk ga ik dan ook een XL freerun doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ga het wel een keer doen, want anders komen we nooit door die dingen heen in ieder geval. Even kijken wat we vandaag gaan doen. Het is een hele dikke, ik stoot het tegen mijn microfoon, sorry. Het is Quinten. Ga weer op zoek naar een peyote plant. Oh, dat is een goed idee. Oh, ik laat hem vallen joh. Quinten, sorry! Oké, let op. Hier is hij. De opdracht van Quinten. Een peyote plant. En in een peyote plant, als je die opeet, dan verander je in een dier. Welk dier, dat is nog maar de vraag altijd. En ik weet toevallig dat ik niet eentje in het water ga doen, maar ik weet waar er eentje zit. Ik weet al waar er meerdere zitten, maar ik heb er al een paar opgepakt. Ik weet dat er hier ergens een zit. Ik weet ook dat er een onder water zat, maar ja, dan moet je onder water gaan chillen. En daar heb ik geen zin in. Laat ik een taxi bellen of... Nee, we gaan zelf rijden, denk ik. Lijkt me een goed idee. Ha, heb ik net deze auto gestolen, kom ik in één keer deze tegen. Wat is dit ook alweer? Dat is toch een... Wat is dit nou, ja? Even kijken, hoor. Een kroket. Oh nee, dat is een Koi Voltic. Dat is zo'n andere auto, die noemen we altijd kroket. Maar die heet... Ja, hoe heet die? Ik heb geen idee. Wacht. Ik ga niet helemaal daar naartoe rijden. Ik ga wel met de taxi. Ik ben niet helemaal geflipt in mijn hoofd. Wel een klein beetje af en toe. Maar dat is grappig. Of in ieder geval, heel veel mensen die alleen maar misschien mijn GTA video's kijken. Die denken van, oh Jos, je bent echt gek af en toe. Maar ja, weet je. Dat is als ik games speel, weet je. Dan, ik weet niet. Dan gebeurt er iets met me. Dan word ik helemaal wild af en toe. Of als ik games speel of zo. Dan leef ik me eigenlijk helemaal in, weet je wel. En dan doe ik... op manieren zoals ik doe. Maar zo ben ik niet iedere dag. Net alsof ik in de supermarkt loop en de melk is op, dat ik helemaal geflip van godverdomme, de melk is op! Fuck! Dat denk ik misschien in mijn hoofd. Maar zo ben ik niet. Het is graag uit te leggen. Ja, weet je, ik ben zo als ik game speel. En voor de rest, ik kan het niet eens uitleggen. Ik probeer het uit te leggen, maar ja, fuck it. Maakt dus niet zo heel veel uit. Maar ja, ik dacht van, misschien kan ik het een keer uitleggen. Maar nee. En nou, in ieder geval, wat ik nu uit ga leggen is aan de taxi. Hey, dat hij moet stoppen. Oh mijn god, stop. Wat is de knop van de taxi? Hallo? Oh mijn god, haal de taxi in. Meneer de dikke man, aan de kant. Shit, ik wou net de taxi bellen, maar hij kwam al. Hij kwam al. Dit is precies het. Oh, smerig. Yes, we hebben het gehaald. Anders moet ik de hele shit gaan rijden en wachten. Op de taxi had ik ook weer geen zin in. Dus dat doen we lekker niet. Wat gaan we nog meer doen in de GTA week? Vraag jij natuurlijk af. Of in ieder geval, ik denk dat jij het eigenlijk afvraagt. We gaan in ieder geval GTA doen, dat had je waarschijnlijk nog niet verwacht. Ja, we gaan kijken. We hebben een schemaatje erbij, pak. Ik heb hem hier toevallig naast. Natuurlijk, er komt iets van twee keer een aflevering van gekke werk als het goed is. Kut in GTA. Ik ga proberen challenges op te nemen tegen Kevin, maar dat is nog niet definitief, hè. Ik heb maar een voorlopig schemaatje gemaakt. Ik zie echt ontzettend wit uit zo. Al die lampen op. Ik heb hier zo'n lamp staan. GTA Free Roam natuurlijk. GTA Mods. Livestream. En ik ga nog wat andere dingen. En natuurlijk GTA Show. Natuurlijk. Maar ja. Komt iedere week. Behalve volgende week. Maar hoe dat zit, dan zie je volgende week zondag. Ik ga namelijk GTA Show een beetje oppimpen. Dus ik ga volgende week zondag een nieuwe... update video maken voor de GTA Show. Maar dat zie je allemaal dan wel. Het is GTA Free Roam. We gaan lekker Free Roam. Woep. Met je pakkers in het gras. Nou, hier is een peyote plant. Ik was hem even kwijt.
Want daar zit Ewout verstopt. Als het goed is, heb ik deze nog niet opgepakt. En anders hebben we pech. Hebben we pech? Of hebben we pech? Oh, nee. En hier zou er een moeten liggen. Ah, nee. Nee. Nou, ik weet nog wel waar er een andere ligt. Dus het komt goed in ieder geval. Maak je eigen geen zorgen. En als je eigen wel zorgen maakt, dan moet je niet doen. Zeg het toch net. Kom op, joh. Luister nou eens een keer naar mij. Kan ik hier een taxi bellen? Kan proberen. Oké, poging 2 van PO die plan vinden. Nee, hier ook al niet. Oh my god. Nou, dan worden we maar een vis of zo. Oh nee, wacht. Die zit heel goed verstopt. Oh my god. Fuck. Oké, ik weet een andere plek nog. Oké, ik kwam er dus achter dat mijn andere idee ergens bovenop een hotel was. Dat, serieus, op een balkon van een of ander hotel ligt een peyote-plant. Maar het probleem is dat je met die beesten niet kan springen. Dus je kan alleen maar op dat balkon rondlopen, behalve als je een vogel wordt. Zo, volgens mij is het deze. Maar je komt echt niet makkelijk daarboven. Dus je hebt een helikopter nodig. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker... ja, het is serieus daarboven trouwens. Ik ga lekker in de directe mode een beest pakken. En dan heb ik alsnog jouw opdracht voldaan, Quinten. Quinten, toch? Ja, Quinten inderdaad. Komt goed, ik fix dingen. Oh ja, ik heb nu natuurlijk ook weer GTA voor de PC. Of niet weer, maar ik heb GTA voor de PC. En in principe zou je daar ook je suggesties voor de GTA 4 RAM op kunnen aanpassen. Maar ik denk dat ik voor bepaalde mods gewoon een aparte video ga maken. Gewoon een aparte GTA mods serie zoals ik vroeger ook deed toen ik mods zat op mijn Xbox 360 GTA. Maar goed, we zijn er fucking cool! Ja, ik kan natuurlijk altijd wel zeggen van, joh, die is fucking cool, maar ja, die grap maak ik iedere keer, dat is echt niet meer leuk. Maar, zijn er überhaupt mensen hier? Ik zie wel een coyote, geen peyote. Hey, een man met zijn hond! Ik ben een veel leuker dier om uit te laten. Zie je het al voor je, zo'n man op straat met een koe aan een lijntje. Dat kan echt niet. Meneer, aan de kant! Oh, het is een mevrouw. Sorry, je ziet er echt uit van als een meneer van de achterkant. Oh, die, bitch! Oh, wow, ik had er echt volledig omgekeken. Oh, ze gaat me slaan, jongen. Is koeienmishandeling. Dat mag niet. Staat in... staat niet helemaal niet in de wet. Waarschijnlijk wel. Dierenmishandeling, dat mag niet, hè? Kut. Ik heb geen wapen. Nee. Oh, mijn god, die hond ook al. Shit! Ik heb geen aanvallen als deze koe. Waar is mijn... Ik kan alleen maar moeien. Loeien. Dit is niet goed. Deze koe is volledig weerloos. Au. Wow. Ze flikkeren voluit op een smoel, jongen. Lekker voordig. Kut. Ik heb de draaicirkel van de koe. Goh, hoe kan dat nou weer? Ja, weet ik veel. Oké. Waar is de wijf? Ik ren je dood gewoon. Oh, kut. Dikke heks hier weer. Oh, my god. Dit gaat een keer goed. Au. Oh, yeah! Ben je dood? Nee, nog steeds niet. Wow, dat is een plasje bloed, jongen. Volgens mij is het vet ongesteld. Dat is echt niet gezond. Als er gewoon door je broek naar buiten komt, man. Holy fuck. De wife is echt goed ziek. Dat is niet normaal meer. En nou denken ze zo van... Oh, hij is 20 meter verder gelopen. Dan ga ik de moeite niet meer doen. Nou, dat snap ik wel, want zo lui ben ik ook. Laten we nog een andere opdracht doen. Van iemand anders. Het is een lange, dus ik hoop niet dat het heel lang gaat duren. In elke emanation met een range is er een drankautomaat. Aan jou de taak om de hele emanation zo vol mogelijk te bouwen met blikjes drinken. Van Ruben Krol met 5 likes. Nice. Dit is hem, Ruben Krol. Oké. Dat lijkt me wel leuk. We gaan weer terug uit de directe mode. Ja, laat het gewoon gaan doen. Uit mijn taxi. Ik moet weg. Ik ben een free roam aan het opnemen. Dat is belangrijk, mevrouw. Toen we bijna aangereden. Ja, jongens, als je wordt aangereden, is het heel vaak je eigen schuld. Soms ook niet. Soms heb je gewoon een of andere maloot zoals ik, die je gewoon kapot rijdt. Niet in het echt trouwens, hoor. In het echt ben ik heel... ben ik een superchauffeur natuurlijk. Maar als je gewoon links-rechts kijkt, en dan nog een keer naar links, ja, dan leren ze je altijd op de basisschool. Of zelfs op de kleuterschool al, denk ik. Want ja, je kan er niet volgens mij genoeg mee beginnen. Als je dat doet gewoon, even opzij kijken, dan word je meestal niet aangereden. En dat deed zij niet, ze rennen als een blinde mogol gewoon door. Maar goed, drankautomaat. En als het goed is, even testen hoe dit werkt hoor. Ondertussen jankt de baby van de buren. Het is geen baby, het is 2 jaar oud. Maar goed, oké. Drinken.
En dan weggooien. Oh, hij gooit ze ook weg. Oké, ik ga hier eventjes... Normaal edit ik niet in deze video's. Of ik knip alleen maar stukjes eruit. Maar ik ga proberen... Ik ga dit even versneld afspelen. Zodat jullie een mooi eindresultaat kunnen zien van wat ik gedaan heb hier. Dit gaat wel even duren, denk ik. Let's go! Oh mijn god, de vendingmachine is run out of soda's. Ah, nou, we komen niet verder als dit mooie blikjes tapijt. Lijkt me ook niet echt gezond om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blikjes achterover te werpen. Ja, hier ligt er ook een eentje in de hoekje. Ik dacht al, waar de fuck het die naartoe? Maar goed, dus dat was de opdracht van... ik ben echt heel slecht met mijn namen. Ruben. Ah, dat toch... Dacht ik het goed, maar ik durfde het niet te zeggen, want dan straks zeg ik het verkeerd en dan is die man weer beledigd. En dan zegt hij van, oh, ik heet Ruben, godverdomme Jos, wat doe je nou? En dan voel ik me eigenlijk beschuldigd, weet je wel, en dat is niet goed. Maar goed, dat was het dan. Tot volgende week zaterdag met een nieuwe GTA 4. Laat je suggestie achter in de comments en tot de volgende keer later.